Kerstboom bij Superkids. De kinderkerk waar het elke week feest is. Hey Superkids, wat leuk dat jullie er weer zijn. We zitten nog in het thema Pasen, het grootste feest. Poef. Hey Kwispel. Hoi Fleur. Je kijkt een beetje sip. Ja, ik ben nog steeds een beetje verdrietig Fleur om wat er met Jezus is gebeurd. Ik heb nu helemaal geen zin in een feestje. Jij zei wel dat Jezus zou opstaan. Maar ik weet het zo nog niet hoor. Oh, wat jammer. Maar misschien moeten we even kijken wat er in de picknickmand zit. En kijken wat erin zit. Oké. Oh, kijk. Er zit een kleed in de mand. Maar dat is geen picknickkleed, Fleur. Waarvoor zou dit kleed zijn? Nou, dat is een goede vraag voor vandaag. Superkids, gaan jullie mee op avontuur? Klap in je handen als je er klaar voor bent. Op zondagmorgen gaan een paar vrouwen geurige kruiden leggen op het lichaam van Jezus. Ze weten dat er een grote steen voor de ingang van het graf staat en ze vragen zich af hoe ze die moeten gaan verplaatsen. Als ze bij het graf komen, is de steen weg en het lichaam van Jezus is ook weg. In het graf zijn engelen. Jezus leeft, zeggen de engelen. Ga het zijn leerlingen vertellen. De vrouwen vertellen het aan de leerlingen. En Petrus en Johannes rennen naar Jezus' graf om het zelf te zien. Daar vinden ze alleen maar de doeken waar Jezus in begraven was. In de war gaan ze weer naar huis. Later komen de leerlingen allemaal bij elkaar in een zaal. Ze praten over wat er is gebeurd. Maar dan ineens is Jezus daar. Ze zijn doodsbang. Ze denken dat hij een geest is. Wees niet bang, zegt Jezus. Kijk naar mijn handen en mijn voeten. Ik ben het. Raak mij aan. Doe maar. Een geest kun je niet aanraken. En geesten eten ook niet. Maar ik heb echt honger. Jezus eet wat vis. Daarna onderwijst hij hen. In de boeken staat het heel duidelijk, zegt hij. De Messias kwam om te lijden en te sterven. En daarna op te staan uit de dood. Vertel de wereld wat je hebt gezien. Laat iedereen weten dat hun zonden vergeven kunnen worden door God als ze zich naar hem omkeren. Dat is mogelijk door wat ik heb gedaan. Wow, heb je dat verhaal gehoord? Jezus is opgestaan! Ja, gaaf hè? Hij overwon de dood! Nou, dat had je vorige week wel wat beter mogen vertellen hoor. Ik was eigenlijk wel een beetje verdrietig. Ik wist niet zeker of het goed zou komen. Nee, maar dat hadden de vrouwen ook, hè, die bij het graf kwamen. Ja, alleen toen vonden ze alleen maar de lege doeken. Want daar was Jezus ingelegd. Precies. Maar ik snap dan niet zo goed waarom Jezus eerst nog dood moest. Ja, maar weet je nog dat we het vorige week erover hadden dat God voor alles een plan heeft? Nou, dit was ook al opgeschreven door de profeten van het Oude Testament. Jezus die moest eerst sterven, zodat onze zonden met hem gekruisigd waren, om daarna op te staan, zodat wij vergeven werden. En dat is het allerbelangrijkste. Maar ik was er toen nog geen eens. Nee, maar hij heeft dit gedaan voor iedereen die er toen was en die nog gaat komen. Hij heeft voor iedereen zijn zonden vergeven. Dus omdat Jezus is opgestaan uit de dood, vieren wij Pasen. Ja! Doordat Jezus de dood heeft overwonnen, mogen wij feest vieren, omdat wij al onze verkeerde dingen zijn vergeven door hem. Hij leeft voor altijd. Nou, dan is het zeker wel tijd voor een feestje. Ja, dat denk ik ook. Precies op tijd. Kijk maar, de muziek nou brandt. Yes! Hey, Superkids, zijn jullie er ook klaar voor? Ik denk dat het tijd is om God te gaan aanbidden. Draai alvast een rondje op je plek. Er is een God die mij van top tot teen kent. Heb maar niet uit voor hem hoe gek ik ben. Ik weet dat ik altijd bij hem schuilen kan. Dan zegt hij kom mijn kind en wees niet bang. You won't let me down, down, down. You won't let me down, down, down. You won't let me down, down, down. Nee, hij laat me nooit los. Als ik mij klein voel, dan maakt God mij groot. En ben ik
klaar voor elke slag en stoot. Waar ik ook ga, hij is er altijd bij. Hij staat in elke storm aan mijn zij. He won't let me down, down, down. He won't let me down, down, down. He won't let me down, down, down. Nee, hij laat me nooit los. He won't let me down, down, down. He won't let me down, down, down. He won't let me down, down, down. Nee, hij laat me nooit los. Eén ding weet ik zeker. Zijn liefde voor mij valt niet. Eén ding weet ik zeker. Hij is het team. Me down, down, down. He won't let me down, down, down. Nee, hij laat me nooit los. He won't let me down, down, down. He won't let me down, down, down. He won't let me down, down, down. Nee, hij laat me nooit los. He won't let me down, down, down. He won't let me down, down, down. He won't let me down, down, down. Nee, hij laat me nooit los. Nee, hij laat me nooit los. Nee, hij laat me nooit los. Hey Fleur. Hey Crystal. Wow, wat ben jij vrolijk? Ja, ik weet wat er met het kleed wordt bedoeld. Oh, wat dan? Nou, Jezus was gekruisigd en daarna in doeken gewikkeld. Maar hij bleef niet dood. Na 3 dagen is hij weer opgestaan. Wat? Is hij echt opgestaan? Ja, Jezus leeft. Vorige week zei ik dat toch al? Ja, dat klopt, maar het leek nog niet zo echt. Nou, wel dus. De vrouwen die gingen hem zoeken, maar ze vonden alleen nog maar deze doeken. Wauw, dat is goed nieuws, Fleur. Woof, woof, woof. Ja, Crystal, en weet je, God heeft dit allemaal voor ons gedaan. Daarom is het ook zo'n groot feest. Doordat Jezus is opgestaan, weten wij dat God alles kan. Hij kan zelfs de dood verslaan. Hey, laten we bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor dit geweldige nieuws. Dank u wel dat u voor ons bent opgestaan en dat wij daarvoor een feestje mogen maken. Amen. Nou, ik heb wel zin in een feestje, Fleur. Kom, misschien kunnen we wel gaan picknicken om het te vieren dat Jezus is opgestaan. Hey, dat is een leuk idee. Wij gaan er snel vandoor. Hey, doeg Superkids!